Ik heb verschillende verhalen gezien. Bijvoorbeeld een meisje dat liever een jongen wou zijn. En een jongen die geen pijn voelde. En een tweeling en die een opa maakte met zijn buurman graancirkels. Bepaalde verhaallijnen komen wel overeen. Maar het leuke is dat zij dat in een heel andere vorm hebben gezien. Dus zij hebben schermen gekregen met kindjes die verhalen bij hadden. Al dan niet waar, denk ik. Het gaat traag naar Antwerpen, ondertussen nood 31 vanaf Melzeele. Verder is de weg vrijgemaakt in de Maasland. Wij hebben ook bepaalde dingen gezien waarvan wij dachten dat dat echt was. Terwijl dat zij beweren dat dat niet zo is. Maar hoe kan dat dan dat wij dat gezien hebben? Misschien is jullie opdracht om te liegen tegen ons. Ja, maar dat zul je nooit weten dan. Dat is waar. Tenzij dat ik mij verspreek, natuurlijk. Dus het leuke is, het gesprek blijft voortduren. En ik denk straks in de auto ook. Oh ja, dat stimt. I don't believe any of it. Of dat de ouders gewoon liegen, dat kan ook. Er waren zo'n leuke details die dan, waardoor het geheel helemaal klopt. Dus het was helemaal af. Ja. En wij, dat wij jullie konden zien, vonden we ook leuk. Ik vond het een leuke voorstelling, omdat het allemaal verhalen zijn en dan moest je echt gaan nadenken of dat het nu waar was of niet. En dat vond ik wel leuk. Luisteraar meldt een obstakel op de E34 ter hoogte van kilometerpaal 64. Het betreft een astronautenpak. Ja, maar dat kan ook zijn dat alles op het nieuws gefaked is. Maar dat zul je nooit weten. Hè. Tenzij dat je er echt naartoe bent geweest en dat je het echt hebt gezien. En dat je er zelf bij was. Ja, dan wel. Dat is waar.